Wij zijn Genoa Roy VOF. Wij zijn in 2012 begonnen met bouwen van deze nieuwe stal. Die hebben wij 12-12-2012 in gebruik genomen. We melken momenteel 130 koeien en nog 30 droge koeien in de oude stal. Een even aantal stuks jongvee, dus ook 160 stuks jongvee. En we zijn aan het wachten op 1 april om de stal vol te gaan melken. Hiervoor molken we in een driehoekmelkstal met een rij van 5, 6 en 4. We hebben gekozen voor automatisch melken omdat we denken dat dat de toekomst is. En het is moeilijk om 2 keer per dag 200 koeien te melken. Dat houden je schouders denk ik niet vol. Nou, ik jong ben gaat dat nog wel lukken, maar als ik ouder word dan wordt dat gewoon te zwaar. Ja, bij ons was de keuze vrij makkelijk. We hebben MRI-koeien en ik denk dat De Laval het beste de MRI-koeien onder kan hangen, omdat ze een dieper uier hebben en moeilijkere speenposities. Ja, we melken dan sinds 12-12-2012 in deze nieuwe stal. Daar hebben we nu 130 koeien aan de melk en er zitten 216 ligplaatsen in de stal. Ja, zoals je ziet, hier heb je wat nieuwsgierige koeien, maar over het algemeen liggen de koeien mooi verdeeld in de box. In de oude situatie hadden we de koeien nog op de beton liggen. En voor de IDS en de maatlat moesten wij in ieder geval een mat onder, want die zit hieronder, een mat. En waarom hebben we voor deze gekozen? Dit zijn lange eindes, geen voegjes tussen de boksen waar bacteriën kunnen gaan zitten, makkelijk mee uitkrabben. En mooi overzichtelijk en makkelijk te onderhouden. Ja, de koeien gaan er goed op liggen. Zoals je ziet, bijna alle koeien zijn aan het herkauwen. Dus ja, de koeien zijn naar tevredenheid. Liggen mooi met de kont naar achter, scheidt redelijk goed buiten de box. S'avonds en 's morgens even de box schoonmaken en makkelijk te onderhouden. Wij maken gebruik van Delpro en daarbij kun je zien, op deze lijst kan ik zien welke koeien langs niet zijn geweest. De activiteit van de koeien wordt gemeten, daar kan ik zien welke koeien tochtig zijn. Toevallig zijn er vandaag 3 duidelijk tochtig en 2 twijfelgevallen. Als er een koe tochtig is of hij is ziek, dan kan de robot de koe sturen naar het strohok en aan de andere kant, want het zijn 2 groepen. Dit is een groep op 1 VMS en dat is een groep op 2 VMS'en. Die kan hem dan sturen naar het strohok of naar de selectieruimte. Daar kan ik een tochtige koe vastzetten voor de inseminatie, zodat hij niet door de hele stal hoeft te lopen. Op het moment gaat het eigenlijk probleemloos. Ik heb nagenoeg bijna geen alarmen. Als ik al alarm heb, dan is het vaak overdag. Wanneer ben ik er voor het laatst uitgemoeten? Dus denk ik een maand geleden, een keer ben ik er s'nachts uitgemoeten en dan is er een melkbeker afgeslagen of zo. Ja, dan moet je eruit. En heel veel dingen, kleine alarmpjes die je ooit krijgt, die kan ik met mijn smartphone eigenlijk oplossen. Dus dat is wel makkelijk. Ja, we zitten nu met onze MRI-koeien aan 8000 liter. En ik hoop dadelijk na 1 april hoop ik ze naar de 85 tot 9000 liter te krijgen. En dat is bij ons, bij ons stapel vee is dat een mooi resultaat. Met 3,87 eiwit en 4,65 vet momenteel. Dus dat is netjes.